vind het zo'n mooi dingetje hier, hier op het stukje. Gastronofino, weet ik het. Ja, een hele goede morgen allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Waar zijn Roderick en Karin? Karin en Roderick. Ja, yeah, dat zijn wij. Het is vandaag dinsdag 17 augustus 2021. Het is 9 uur in de ochtend. En ik loop nu gezellig met de drie dames buiten. Ja, moet ook gebeuren. Alleen, ik ben doevrolijk, maar ik heb pijn. Ik ben moe. Weinig geslapen, maar komt wel weer goed. En wat we de rest voor vandaag gaan doen, weet ik niet. Echt niet. Brody moet werken. Dus we gaan het meemaken. Zilver, kijk precies. Het is goed. Zoals jullie horen zijn er allemaal meeuwen aan het blaren. Dat is handig. En dit zijn ook jonkies en oudjes bij elkaar. Maar Debbie is al onderweg. En gisteravond heb ik beloofd om rond 10 uur met Debbie te bellen. Dus even kijken wat Debbie hier kan betekenen. Hoop ik, denk ik toch. En misschien dat Debbie handswater kan geven aan diegene. Ja, Debbie komt eigenlijk voor mij, maar diegene heeft het ook nodig, dus ja, ze wordt gelijk in diepe gegooid. Maar ja, dat kan gebeuren, maar ja. Helemaal. Kun je ook al even zien? Ik heb boven heb ik werklui zitten, die met de woning bezig zijn. Dus ik weet niet hoeveel ik binnen kan vloggen, tot hoe laat ze bezig zijn met herrie maken. Maar dat zien we wel alweer. Ja. Nou, de hondjes zijn helemaal uitgeput. Gelukkig. Kijk. Helemaal uitgeput. Hey. Dus ja. En nu is het even wachten op Debbie, want ze was al onderweg, maar de tunnel was afgesloten. Ik weet niet welke tunnel, maar dat hoor ik zo meteen wel weer. En dan horen jullie dat zometeen weer van mij, later vandaag. Nou, het is alweer inmiddels woensdag 18 augustus. Gisteren heb ik totaal weinig gewoon gevlogd omdat ik gewoon onwijs moe ben. Was. Die wil ook wat zeggen. Ik ga nu even mijn sandalen aandoen. En dan ga ik met de hondjes lopen. Het is inmiddels alweer 1:30 geweest. Roderick is zo straks klaar. Dus ja. En wat we vandaag gaan doen, ja, waarschijnlijk ook weer zo weinig mogelijk. Ik moet sowieso vlogs editen, sowieso. Het is vandaag wel mooi weer. Ro is wel met de auto. Dus ja, het is vandaag woensdag. Dus dat betekent weer dierenvoedselbankdag. Maar ja, ik ga nu eerst met de hondjes. Ik ga mijn zonnebril pakken. En dan ja, nog ook even opruimen hier, want het ziet er ook niet uit. En ik heb een leuk klusje voor mama. Wat ik even moet gaan doen. Dus ja. Het houdt allemaal weer niet op. Nou, ik ga nu even met de hondjes. En ja. Wie gaat er mee? Lijkt het toverwoordje. Rodi zegt altijd parlet. Weet ik veel. Weet ik veel. Zoiets. Ergens in die buurt. Dus ja. Nou, lopen gang op. Move. Ga ik een jasje noemen. Ik weet niet hoe warm of koud het buiten is. Nee, dat weet ik allemaal niet. Nee. Dat weet ik ook niet. Jammer hè, dat ik dat allemaal niet weet. Ja. Dus. Moet je eens kijken hoe dit lekker loopt. Kijk, hartstikke mooi. We hebben daar dan nog één. Hé, hey. Lekker hè. Ja hoor. Ik vind het helemaal goed. Nou, die loopt lekker mee. Kom deze kant, kom aan deze kant. Hallo, niet. Yo. Komt u. Kom deze kant op, kom. Ja. Kom. Deze kant.
Ja, deze kant graag. Komt u maar. Nee, plasje doen waarschijnlijk. Ze heeft weer zand in de oortjes. Vindt ze niet leuk. Nee. Hi. Lopen dames, doe maar. Wat gaan we doen? Wat gaan we doen? 1, 2. Goed zo, dat is braaf. Lovely, zit. Lady, zit. 1, 2, 2,5 en 3. Wachten we even, want er komt iets aan volgens mij. Kom maar, kom. Kom. Over. Kom maar, kom. Kom maar, kom. Ja, goed zo. Kom maar. Ja, die heeft haast. Yes. We gaan zo beginnen, maar er is nog geen koren. Dus we wachten nog heel even. Nee, ik heb wel wat anders, maar mijn pakketje is er niet. Deze brieven wil je nooit ontvangen. Nee, deze brieven wil je nooit ontvangen. Nee, ik weet al wel wat en wat voor brief het is, maar nee. Dus ik ga gewoon wakker bellen. Ik ga dat samen openmaken. Dus is even een uurtje eerder. Maar ik wil wel hem samen openmaken. Ja, er is er een jarig. Hoera, hoera, dat kan je wel zien. Dat is Speedy. Ja, Speedy is jarig, jongens. Ja. Vandaag de 18e. Hey. Jij. Vandaag de 18e. Ja. Dus dan ben je jarig. Ja. Hi, kereltje. Hi. Jij bent jarig vandaag. Kom eens hier. Huh? Ja, sorry. Ik had je niet goed vast bent. 2. Hi, kerel. Dus Speedy is vandaag jarig, hij is van 18 augustus 2012. Dus ik zou zeggen, reken het even lekker uit. Ja, je bent jarig vandaag, vent. Maar ik ga weer even verder met mijn vlog editen. Ja, ik heb mama ook aan de telefoon. En ik heb Ro al wakker gebeld. En dan gaan we deze meteen samen openmaken. Want dat ga ik niet alleen doen. Nee. Dus even maar bekijken hoe onze weekend gaat verlopen. Ja, op dit moment is er nog helemaal niks. Zeker. Nee. Dus dat horen jullie wel straks als Ro hier is. Als we het samen gaan openmaken wat onze weekendplannen zijn. Ja. Dus, want Ro die zou eigenlijk zaterdag ook werken. In één keer. En ik zou weer lekker een weekend weer pleitios gaan. Waar anders dan Den Helder, ja. Want dat is voor mij gewoon eigenlijk een vaste prik bijna zowat. Elk weekend ben ik gewoon wel zowat in Den Helder te vinden. Kan ik gewoon weer even leuk, lekker even wat lopen. En als ik een fiets kan scoren, kan ik een fiets scoren om misschien even lekker te fietsen. Maar ja,
En anders is het lekker lopen. En als ik weer goed kan lopen, dan ga ik ook weer goed lopen. En dan heb ik nog heel veel leuke plekjes voor jullie. Dus, maar ja. We gaan het zien. We gaan het meemaken wat ons weekend te wachten staat. Want ja, onze goede vriend is ons kennisfamilielid. Die is dus helaas 13 augustus overleden. Dus ja, dan, het is vandaag 18 augustus. Dus het is even kijken van hoe ons weekend eruit gaat zien nu. Want we zijn wel uitgenodigd, dat weet ik al. Maar welke dag, hoe laat, dat weten we niet. Nee. Ja, nou, we hebben inderdaad de kaarten, twee kaarten binnen. Eén is heel mooi, die kan ik wel in principe laten zien. Gewoon van het water, van zee. Dus wij gaan ook zo meteen ergens water opzoeken. Dus ja, maar vanmorgen hebben wij sowieso op de planning, donderdag 19, kunnen we afscheid nemen. Van 7 tot 8, maar het is ook aan Ro wat hij wil, denk het haast wel. En dan vrijdag 20 augustus om 5 uur is het crematorium. Dus daar gaan we ook sowieso naartoe. Dus we gaan nu eventjes eten maken voor onderweg. En dan gaan we even kijken waar we naartoe gaan. En dan zien we het wel. Wat onze avond weer een beetje brengt. Sowieso moet Ro wel weer even op tijd thuis zijn. Want morgen, ja. Moeten wij sowieso voor mijn prikkie halen. Dus ja. Gaat goed. Maar Ro die wil ook op tijd slapen. Dus ja. Moet ook gebeuren dan, hè. Ja. Maar ja, we gaan het meemaken, we gaan het zien. Ik moet sowieso hier ruimte maken, maar dat ga ik dus nu waarschijnlijk niet doen. Ik weet niet of ik dat vanavond ga doen. Geen idee van. Dus ja. Nou, en hier komen ook ondergrondse containers. Hij is groot eigenlijk, hè? Ja. Donderbak met daarin de container. Maar als mijn pakketje er zo meteen nog niet is, dan denk ik dat het morgen komt, hoor. Ik vind dit zo'n mooi dingetje hier, hier op het stukje. Gastronofino, weet ik het. Dat loopt dood. Sorry, jullie staan er mooi op mijn vlog. Jee. Sorry. Kranenburgweg. Allemaal nieuwbouw. Ford Fiesta in Italië. Wel lekker wegdek trouwens. Zo. Dus het is wel waar dat het even af is gelopen geweest. Ja. Maar dit heeft ook wel weer wat hoor. 'S Avonds rijden en dan in die... al die lichtjes. Ga je echt naast die bus blijven plakken? De bus die mag ook door de tunnel heen, hè? Of niet? Of niet? Ja, dat zeg ik. Oh, je houdt al lekker afstand. Dag, Masso. Dag, Italië. Jij rijdt door rood en jij loopt door rood. Naar beneden, dus dan ga je automatisch wat harder. Het is een knipper, busje gaat weg.
zag. Als een blokkendoos. Waarom kunnen ze niet deze gaan renoveren? Maar dat komt dus met een pakketbezorging mee. Een hoesje, maar dan is het wel laat. Moet ik zeggen. Maar ja, en ze hebben tot 10:30 toch de tijd? Je zei het was de 10 uur, dus het laatste, maar niet ophouden. Kom weer terug. Ja, ik ben er bijna. Ja, nou, doe dat dan maar. Ja, maar PostNL en die wil nog eens tot 10:30 doorgaan. En vooral in onze wijk. 'S Avonds. Het is één keer bij mij voorgekomen, kwamen ze onwijs laat. Om 11:30 nog wel. 'S Avonds. Ik kijk op mijn horloge. Hè? Jullie zijn een beetje laat en jullie zijn een beetje ontspoord om daar te gaan rijden. En bellig. Ik wou net zeggen, Nissan. Hey, politie. Hi. Ik heb niks. Bijna 3 maanden terug, zo weet ik veel, met Piet was ik aan het rijden en toen had iemand dus in de tunnel en zijn mistlamp aan onder. Zo, ik zag niks meer. Nee. Ja, rijden. Zo, de tunnel en de mistlamp aan, dat je niks meer kan zien. God. In België mag die aan met zicht 100 meter. In Nederland alleen maar met tot zicht tot 50 meter. Dan mag die achteraan. Door nog en dan er vanaf. Yep. McDonald's. Eén keer mijn pizza uit geweest. Dat was wel lekker. Is het zo? Ja. Oh, ben nog nooit geweest. En we hebben hier fietsertjes. Komt nog een fietsertje van jouw kant af? Een fietsertje. Jij pakt al een fietsertje daar tegen. Dat is mooi. Ja, het is wel zo. Wie, ik? Nee, die bus. Ja. Als die daar gaat staan, dan komt daar geen fietsertjes meer vandaan. Wat wil jij? 20 kippen? Ja, doe maar gewoon lekker 20. Jij 20, ik 20? Nee, dat is een beetje te veel. Gewoon samen 20. Please pull forward to the next speaker. Thanks. Ja, speaker nog wel. Gewoon 20. Inderdaad, mag ik bestelling? 20 kipnuggets graag met currysaus. Alle 3 met curry? Ja. Ja, dat was het. Dat was hem, dank u wel. Ik moet zoeken. Ik wil niet wat ik wil. Ben niet zo snel. Nee, hoeft ook niet. Hallo. Ben niet zo snel. Hoeveel was het? 67. Was er ook nog een coupon of niet? Nee. Helaas. En je mag wel invoeren hoor, daar niet van. Nee, dat doen we niet. Jammer. Pech. Dan hebben we weer pech, joh. Doen ze niet, schat. Jammer. Ja. Ja, dank u wel. En werk ze nog even. Fijne avond. Met z'n tweeën. Ja, met z'n tweeën, ja. Ja, joh. Hé. Lekker kip, nu wel. Dank u wel. Ja, fijne avond. Lekker. Dank je wel. Werk ze. Hoi, mazzel. Voorlopig niet meer ziens. Voorlopig, hoe zei je dat? Tot voorlopig niet meer ziens. Ja, precies.
Een week. Feest? Ja, feest. Waar ben je nu naartoe? Maak maar geen rust uit. Nee, maak maar geen rust uit. Nood. Ja. Voor het hele koor. Huh? Voor het hele koor. Ja, nood. Ja. Een mooie zebraklok, jongens. Ik mis die echt serieus. Die klok mis ik. Zebraklok. Ja, precies. Die mis ik en bij het Centraal Station. Ja, dat is geen ruimte meer. Nee. Het is een beetje donker voor jullie, dus ik ga weer hangen. Nou, ik ga niet hangen, maar jullie zien me straks alweer waar het weer wat meer licht is. Nou, die gaat sowieso te hard. Je mag hier maar 30. Er zijn mensen die het leuk vinden om harder te gaan. En hier is einde 30. Jee. Wij gaan sowieso morgen dus ook afscheid nemen. En vrijdag gaan we dus naar de crematieplechtigheid. Dus ja, dat wordt weer een hele rare wending in deze week. Maar alsnog wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze leuke dag voor vandaag. Dus hebben jullie genoten? Ik zou zeggen, doe dan een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren hier beneden. Doe het belletje, want dan blijf je zeker op de hoogte. En laat even een leuke reactie achter. En ja, dan zien jullie mij morgen weer terug bij een gloednieuwe vlog. Doei doei!